We staan hier op de oefenstage in Marken bij Jannes van Steenkisten. Jannes, het is jouw eerste interview voor RAFC TV, maar je loopt hier nu al een paar weken rond bij Antwerpen. Hoe is het je tot nu toe bevallen? Goed, zeer goed. Ik denk dat ik mij al aardig ingewerkt heb bij de club. En ik amuseer me, het is een goede groep. De voorbereiding tot nu toe verloopt vlot. Dus ik denk dat alles goed is voorlopig. Ja, je bent vroeg aangekomen, vroeg aangesloten bij de groep. En de linksbackpositie die is jou eigenlijk niet meer ontglipt sindsdien. Hè? Ja, het was ook de bedoeling dat ik naar Antwerpen kwam voor de linksbackpositie. En ik zeg het, dat is mijn positie nu al enkele jaren. En ik probeer altijd mijn best te doen om zo goed mogelijk te presteren. En voorlopig sta ik in het team en ik wil dat graag zo houden. Ik wil echt wel een basisplaats dit jaar. Ik wil speelminuten krijgen. Daarom ben ik ook naar Antwerpen gekomen. Je hebt bij Brugge enkele Europese matchen gespeeld. Met Antwerpen ben je nu naar Nottingham kunnen gaan. Was dat te vergelijken? Ja, absoluut. Het was ook een tegenstander uit Engels tweede klasse waar we tegen gespeeld hebben met Club Brugge. Dus qua wedstrijd en zo en qua sfeer was dat absoluut te vergelijken. En het is altijd leuk om zo'n wedstrijd te kunnen spelen. Dus het was wel tof om nogmaals dit mee te maken. Ja. Ja, hier op de oefenstage, we horen van iedereen, er wordt heel hard getraind, maar we zien ook wel heel veel gelachen in de groepen. Ja, er wordt inderdaad hard gewerkt. Dat moet ook zo op het veld, denk ik. En buiten het veld wordt er wel eens gelachen. En dat is best dat dat ook kan, dat er gelachen kan worden. Dat is ook belangrijk dat er een goede groep naast het veld staat. En op het veld ook, natuurlijk. Ja, de fandag komt eraan, zondag. Kijk je daar naar uit? Want het kan goed zijn dat de spelers daar ook de handen uit de mouw moeten gaan steken. Ja, dat klopt. Daar heb ik van gehoord. Maar dat is geen probleem. We doen graag iets om de fans te plezieren. En ik denk dat er zondag heel veel aanwezig zullen zijn. Dus doen we dat met veel plezier voor die mensen, omdat zij ook onze steun zijn. En we hebben ze echt wel nodig tijdens het seizoen.